Het is dinsdag 3 mei, denk ik. Camping is heel verlaten. Ik ben de enige nog. Die er zit, kijk. Waar zit ik? Is niet eens te zien. Ja, daar staat mijn tent. Kijk, ik zal even laten zien. Waar Thijs wil dat ik mijn computer oplaad. Dat is het enige punt in de vooromtrek. Er ligt nu ook iets, ik zal het zo laten zien. Schoon op zich hoor. Kijk, keurig. Kijk, hier ligt een scheerapparaat. En dat mag ook wel weer eens. Kijk, gewoon. Zie dat ik al een beetje het beter begin te krijgen. Ja. Goed. Hier moet je dus. Je moet, nou, is er niemand, maar ja, dat vind ik nog niet zo handig. Grijp je? De camera zou ik hier ook kunnen opladen. Ik heb een Amerikaans stekkertje erop zitten. De zon schijnt nu, dus het is morgen bitter koud. Daar is het entreegebouwtje waar ik 12 jaar geleden Jasper heb gebeld. Toen ik geslaagd was voor de MAVO. De telefoon is inmiddels verdwenen, hoeft niet meer. Kijk. Het dorpje Rocky Springs is al 70 jaar onbewoond, dat ligt 10 kilometer verder. En de camping, dit is een camping, is nu ook onbewoond op mijn naam. Ik heb het al eerder gemeld, dit is een hele grote. Ik ga vanmiddag weer naar het postkantoor, 40 kilometer verderop. En als ze dan dat opladertje voor de camera niet hebben, dan laat ik het maar. Dan moet ik toch van een andere camera hebben. Dit nog moet kopen. En dan zal ik nog maar moet afwachten of het koop is voor New York. New York, dit heeft niemand het. En hier woon ik al een week. Dit geheel volgens mijn eigen wil, naar mijn eigen wil. Aflossen. Ik moet ook af en toe. Ja. Kaartstudie. Ziek. Nou. Dit was het nieuws van vandaag.